Voor de ontwikkeling van elektrische mobiliteit is koeling een echt knelpunt. Motoren en batterijen moeten goed gekoeld worden, anders gebeuren er ongelukken. Denk maar aan Samsung. Daarom zochten we samenwerking met Diabatics. Wat we zien is dat de manier waarop ze die koeling aanpakken dezelfde is als 40 jaar geleden. En dat willen wij met Diabatics veranderen. Want de menselijke capaciteit om die problemen op te lossen komt aan een limiet. En wij gaan over die limiet met behulp van artificiële intelligentie. Specifiek aan onze software is dat die niet vooringenomen is. Dus als ingenieur leer je eigenlijk met een aantal vuistregels van hoe je een bepaald koelprobleem moet gaan oplossen. Dat heeft ons softwaresysteem niet. Dus je gaat zelfstandig zoeken naar de meest optimale koelvormen, of dat er nu symmetrie in zit of niet. En zo kom je tot heel complexe netwerken van koelkanaaltjes, maar die wel heel performant blijken te zijn. Dus die kleur dat je ziet, dat is eigenlijk van klaar op een deze zeer organische vormen kunnen enkel gerealiseerd worden via 3D-printing. En dus trokken we naar onze partner 3D Systems, wereldleider in 3D-printing. Die organische vormen is ideaal voor 3D-printen, voor het printen van zulke complexe geometrieën, wat eigenlijk bijna onmogelijk is om te doen met conventionele technieken. Het eerste wat we van de klant doorkrijgen is dus het CAD-model, de CAD-file, waar wij dan initieel eerst kijken naar de oriëntatie, hoe het best het stuk te oriënteren en te supporteren, want dat is heel belangrijk bij het 3D-printen. Dan, eens dat de file is voorbereid, gaan we dan sturen door naar de printer zelf en gaan we daar eigenlijk laagsgewijs poeder deponeren. En dan gaat een laser eigenlijk de contouren volgen van de CAD-file en zo het stuk laag per laag produceren. Dat is een enorme grote warmtebron, die laser. En dat koelt dan eigenlijk relatief snel af, waardoor er veel thermische spanningen ontstaan in het stuk. Die thermische spanningen zitten nog eigenlijk ook na de print eigenlijk nog in het stuk. En daarvoor is het dan ook belangrijk om een overbehandeling toe te voegen, een stressrelief. De tijd die we zo winnen is enorm. De ontwikkeling gaat van maanden naar dagen. Voor 3D Systems is het ook heel erg belangrijk om samen te werken met verschillende bedrijven, te kijken naar nieuwe technieken en nieuwe innovatieve processen om productie te verbeteren. Ook in het geval van Diabatics en Formula Electric, om samen te kijken naar geoptimaliseerde 3D designs. Het zal je niet verbazen dat we bij Diabatics uiteraard zeer innovatiegedreven zijn. En niet toevallig hebben we ons dan ook in Leuven gevestigd in het midden van een innovatieve hub, om het zo maar te zeggen. Nu, daar hebben we ook Formula Electric Belgium gevonden, die effectief een testplatform aanbieden om nieuwe innovaties te testen en te introduceren. Via hun en een partner, 3D Systems, zijn we erin geslaagd om ons ontwerpen tot een geheel nieuw niveau te tillen, waar we dan 3D-printing actief gaan bij betrekken. De symbiose tussen artificial intelligence en 3D-printing voor de koeling van onze racewagen is een echte wereldpremier. En daar zijn we best trots op.